Goedemiddag, vandaag is het zondag. Het is inmiddels alweer 2:50. Paul is net de deur uit, want die gaat kerstcadeautjes halen. Vanmorgen lekker uitgeslapen en daarna hebben we nog Expeditie Robinson gekeken. En ik heb vanmiddag met een klasgenootje afgesproken om eventjes samen te kijken naar wat we nog moeten doen voor opdrachten. We hebben twee vakken die we moeten doen. Ik heb er nog niet zo heel veel aan gedaan, omdat gewoon school en werk van alles kwam ertussen. Maar daar ga ik dus vanmiddag nog eventjes naar kijken. Ik krijg het niet af, dat sowieso. En dan moet ik van de kerstvakantie moet ik eventjes kijken van wat ik precies als eerste ga doen. Ik moet nog een literatuurstudie doen voor het vak vakverdieping. Daarin ga ik het hebben over werkvormen waarbij de discussie centraal staat, het gesprek centraal staat. En daar moet ik dus nog een literatuurstudie over doen. Die wil ik sowieso doen. Ik moet mijn definitie voorstellen, natuurlijk moet ik die gaan verbeteren. En dan moet ik dus mijn visie op onderwijs en wat was het andere vak nou? Ik moet een werkplan schrijven. Dus dat ga ik vanmiddag doen. Tegelijkertijd ben ik zelf ook nog aan het bedenken wat voor cadeautjes ik zou kunnen kopen. En ik zou jullie nog iets laten zien. Ik heb namelijk een paar weken geleden bij onze oplesbijeenkomst heb ik een tekening gemaakt over onze droom als docent. En ik heb het toen gewoon opgevat als van wat ik wil bereiken met de lessen die ik geef. En ik dacht, ik ga jullie gewoon eventjes die tekening proberen te laten zien. Hij is een beetje gekruld, dus het kan zijn dat het niet helemaal duidelijk is. Maar goed. Dit is dus de tekening die ik heb gemaakt. Ik heb hier mezelf als het ware getekend. Ik geef les vanuit mijn hart, vanuit mijn passie, mijn normen en waarden. Daarnaast neem ik natuurlijk de kennis die ik heb opgedaan, neem ik daarin mee. Ik wil mijn leerlingen leren over het leven en de wereld. Ik geef ze les over de verschillende levensbeschouwingen. Die kleur ik niet voor ze in, dat mogen ze zelf doen. En daarnaast gebruik ik verschillende creatieve manieren om mijn leerlingen les te geven, als het ware. Ik wil ze zelf ook de ruimte geven om die creatieve manieren te ontdekken en te gebruiken. En daarnaast hoop ik dus mijn leerlingen te bereiken. Dus ik hoop in hun hart ergens een plekje te vinden. En het klinkt misschien heel erg zoetsappig, maar dat is een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Dus dat is zo een beetje wat ik in mijn hoofd heb qua droom als onderwijzer, als docent. En het is voor mij gewoon nog afwachten in hoeverre dat allemaal gaat lukken natuurlijk. Ik ga kijken wat ik zo meteen samen met mijn klasgenoot ga bespreken. We hebben rond 1 uur of 3 afgesproken. En we doen het gewoon op afstand. Dus het is meer van kijken of we het via Skype doen. Of gewoon via WhatsApp en dingetjes naar elkaar toesturen. Maar het komt er gewoon op neer dat we gewoon eventjes naar onze vakken gaan kijken. Van wat moeten we nog voor komende periode afronden. En waar hebben we eventueel nog hulp nodig? Waar zijn nog vragen? Dus dat. Dat ga ik nu doen. En ik probeer jullie natuurlijk op de hoogte te houden. Vandaag heb ik heel erg weinig gevlogd. Wat heb ik eigenlijk allemaal gevlogd? Ik heb volgens mij alleen maar goedemorgen gevlogd. En verder eigenlijk niet. Ik ben namelijk aan het werk geweest voor school. En daarnaast heb ik een vlogje geëdit. En verder heb ik gewoon niet zo heel veel boeiends gedaan. Dus er was niet zo heel erg veel te vertellen. Wel ben ik een beetje aan het brainstormen geweest voor een video die ik wil gaan opnemen voor het vlogfestival. Want ik wil namelijk een soort van aankondiging opnemen. Waarin ik eventjes kort uitleg wat dat vlogfestival is. En dat de mensen die willen deelnemen, dat ze tot eind januari hebben. Maar dat wil ik natuurlijk wel op een beetje leuke manier doen. Dus dat doe ik van de week met de kerstboom op de achtergrond. En ja, dat soort dingen. Maar dat betekent dat er dus op een gegeven ogenblik een gecombineerde vlog online komt. Dus de vlog van vandaag is een gecombineerde vlog. Dat is dus
zondag en dan koppel ik maandag eraan vast. Want ik verwacht dat ik maandag ook niet zo heel veel ga vloggen. Omdat ik heel veel aan school wil doen. Zodat ik dinsdag dan extra video kan gaan opnemen. En zo zorg ik ook ervoor dat ik een heel klein beetje extra ruimte heb voor mezelf. Dan upload ik bijvoorbeeld dinsdag meteen die extra video. En dan schuift het allemaal gewoon een klein beetje op. En op het moment dat dan een gecombineerde vlog is, loopt alles weer gelijk. Wat wil ik nog meer vertellen? Ik moet morgen dus aan mijn school gaan werken. Ik ga morgen dus niet naar school toe. Ik heb met mijn klasgenoot afgesproken dat ik dus iets voor school ga doen. Dat naar haar stuur. Zij doet iets voor school. Dat stuurt ze naar mij. En we kijken er samen naar. En zo proberen we dus een stok achter de deur te houden. Dat we elke dag een klein stukje schrijven. En elke dag een klein stukje doen voor onze opdrachten die we in januari moeten inleveren. En ik moet morgen een paar pakketjes ophalen bij een PostNL-punt. Want die past niet door de brievenbus. Dat zijn waarschijnlijk pakketjes van AliExpress. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het is. Ik denk dat één pakketje een set dreadlocks is. Dat past inderdaad niet door de brievenbus. Daar is te veel voor. En dat andere zit ik echt heel erg af te vragen wat het dan precies is. Ik heb hier in de woonkamer een mand staan. Daar stop ik nu alle pakketjes van AliExpress in. Zodat ik dan een AliExpress shoplog kan gaan opnemen. Ik verwacht de komende week nog een hele hoop pakketjes. Dus dan hoop ik jullie dat te kunnen laten zien. En ik wil echt deze maand nog een trouwjurk gaan bestellen. Ja, dat dus. Het is nu 11:45, dus ik ga zo slapen. Paul die is al naar boven met de hond. En ik ga dus de vlog nu afsluiten.